Het gaat niet goed met diverse wijken in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. Wijken als Meihorst en Tolhuis lijken steeds verder te verpauperen. Volgens inwoners komt dit vooral omdat afvalverwerker DAR hier het huisvuil niet of nauwelijks meer ophaalt. De overlast hiervan neemt toe. Afvalhopen op straat, winkelwagens in sloten en prullenbakken die uitpuilen. Hier in stadsdeel Dukenburg is de overlast groot. Buurtbewoners zijn er dan ook klaar mee. Er wordt vaak weinig afval opgehaald of te laat, dan blijft het heel erg lang liggen op straat. Ja, veel last van in de wijk. En is dat iets wat bij de bewoners zelf hoort te liggen? Of gaat dat eigenlijk naar, is dat iets door de DAR en de gemeente? De DAR laat het vaak niet op. De DAR laat het vaak liggen op de afvaldagen, dan komen ze niet in de buurt. Of de mensen laten het inderdaad vroeg al aan de straat en dan lijkt het ook langer te liggen. Ja. Het is hier een bende in Meijers, hè? Afvalzakken op straat, prullenbakken die uitpuilen. Wat doen we daaraan? Nou, onder andere wat wij al doen op de woensdagmiddag, een uurtje. Met kinderen zwerfvuil verzamelen in deze zakken. En mensen aanspreken op hun gedrag. En heeft u enig idee wat de oorzaak daarvan is? Ja, het publiek, hè? Ja, het zijn mensen die dat doen, hè? Het zijn geen dieren. Dus het zijn mensen die gewoon hun afval droppen en denken, laat maar waaien. Dus dat ruimen ze wel op. Dat vind ik heel jammer. Morgenavond wordt er een bewonersavond georganiseerd, samen met organisaties en initiatieven als Bindkracht 10 en de wijkmakerij om de overlast aan te pakken. De bedoeling is dat op 23 maart een grote schoonmaakactie komt. De Dukenburgers willen op landelijke opschoondag met zoveel mogelijk wijkbewoners de wijken weer een stukje schoner maken. Het is moeilijk uit te bannen, hè? Want het is een mentaliteitskwestie. En als je niet bewust bent van, ik moet dat gewoon niet doen, dan zie je het overal weer terug in de wijk. Ik denk dat het begint bij mensen zelf, door niet een troep op straat te laten slingeren. Zo simpel is het ook natuurlijk. Je kunt alles bij de gemeente of de DAR neer willen leggen, maar in eerste instantie leg je gewoon je troep niet op straat. Zo simpel is het. Ja. Dan zou ik echt iemand laten handhaven. Ja. En als je het laat handhaven, dan is het zo over en betalen. Dan weet ik zeker dat het zo over is. Zo afgelopen. Ja. Zowel de gemeente als de DAR waren vandaag niet bereid om hier commentaar op te geven.